Ja, het is een paffen natuurlijk. Geweldig. Oh ja, dat is een beetje dit. Hoe heet dat dan als je het op die manier legt? Wat lachen wat. Wat leuk, ouwe. Hé, hey. Dus. Ja. Het is zaterdag. Allah. Hoe was Amsterdam? Ja, lachen man. Wat hebben jullie gedaan? Echt, veel te veel gezopen. Ja, was dat de vrijdagavond? Ja, dat was wel leuk man. Ik kwam er een paar oude collega's tegen. Althans, één oude collega. Ja, dat was wel lachen. We leven nog. Wat hebben jullie allemaal gedaan dan? Ja, echt. Kroegie? We zijn bij een kroeg geweest. Toen gingen we Amsterdam in. Toen zijn we nog een kroegie, Café Nol, zijn even een biertje wezen doen. Toen gingen we Jantjes verjaardag. En toen liep we echt zo op een gegeven moment. Ach, we waren naar huis. Ik kreeg ineens Moët en allemaal sterke dranken doorheen. Ik dacht van ja, het is mooi geweest. Dus jullie hebben het gezellig gehad? Ja, gelachen. En weer verder werken. En weer door. Ja, ik ga wel lekker naar huis. Oh ja, ja, dat kan ook natuurlijk. Maar ik moet even mijn jakka hebben. Moet nog een bakje voordat je gaat, joh. Ja, mijn bus gaat over een paar minuten. Oh. Hey, hoe goed is die okke? Ja, toppertje jongen. Heeft hij verstand jongen, dat zit gewoon, het zit in je handen of het zit er niet. Nee, maar serieus, heeft hij het nog te echt in zitten? Ja, tuurlijk grappig. Wat goed. Had ik echt wel gezegd van jou, we stoppen ermee. Is mooi. Dat valt alleen maar in de weg natuurlijk. Dat is mooi, want ik hoorde jullie elke dag alleen maar lachen, ja, zingen, beuken op techno. Muziek inderdaad jongen. We liggen zo goed op één lijn qua bouwen en... Joh, ik heb zoveel geholpen dat jij gewoon een week eerder klaar bent. Ja, letterlijk. Ja. Ik bedoel, dat bord hangt alweer. Oh, van dit keer hier opgehangen? Ja, had hem even plaats hier van de... Hier moet nog platen en er staan allemaal spullen natuurlijk. Van de week komt het meubel aan de kraan binnen van Shahid. Maar eerst moet dit opnieuw bekleed worden met tegels natuurlijk. En ik voelde me te bezwaard om het weer aan Shahid te vragen. Omdat natuurlijk alles in mijn huis al van Shahid is eigenlijk qua sanitaire tegels. Dus Pink en ik gaan even naar de bouwmarkt. Dan gaan we nu tegeltjes halen. Althans, tegels denk ik, hè? Ja, 60x60. Een mooie grote of 90x90 of zo. Dat kan ook. Dat is wel mooi, denk ik. Dat is gewoon een mooi bandje. Het is zo'n klein stukje dat. Nou, ga ik voor het eerst weer mijn huis uit sinds dagen. Ja, joh. Helemaal niet. Nee, heerlijk. Ik vind het wel lekker om even tussenuit te gaan. Ook al is het echt om de hoek naar de bouwmarkt, maar. even lekker het huis uit. Hé, maar Bink. Moet ik toch vragen? Vertel. Waar is die zijpaneel? Ja, die is eraf. Maar niet eraf als in dat ik schade gereden heb. Maar mijn schuifdeur was kapot. Die heb ik zelf even gerepareerd. Alleen ik had alle clipjes kapot getrokken. Dus die moet ik er nog even terug opzetten. Gaan we een beetje bisonkit ertussen gaan? Ja joh, hoppa, plak. Zie je deze hier binnenspiegel? Snelweg zie je deze zijpaneel wegvliegen. Zal het zijn. Heerlijk, die busjes altijd, man. Ja jongen, goud. Ja, wat is dit? Hoe heet zo'n druk ding? Dat is die accupomp. Accupomp. Het is een echt werkbusje gewoon. Heerlijk. Het ruikt ook echt naar een werkbusje. Hier, kijk. Ja, ook een paffen natuurlijk. Geweldig. Lekker. Shaky time. Shaky time? Ja, hier worden een hoop peukjes ingehoopt. En waar komt die sticker dan vandaan? Oh ja. Ja, toen ik hem kocht, toen zat die sticker erop. Ja. Ik denk, ja, laat ik hem gewoon zitten toch, schattig. Ja. Ik denk dat hij ooit van een bedrijf geweest is, want dat is een tweede handje dit. Maar ik heb hem wel met weinig kilometer. Ja, waarschijnlijk hun beleid dat je niet mocht roken in de bus of zo. Ja, dat denk ik inderdaad. Maar jij en Ok hebben niks anders gedaan, ik deed alleen weg net. Ik denk wel een heel pakje joh. Kijk, waar moeten we heen? Ja, het is echt letterlijk hier de straat uit en dan ga je twee rotondes over en dan ben je er. I follow your instructions bro. Je hebt hier al genoeg keus denk ik. De keuze is en Pink zegt op advies 90-90, dat is denk ik wel het mooiste wat eruit ziet plaatsen. Ja, 60. Wat uitkomt met de maten is dat denk ik wel... Ja, wat het beste is. Het luxe. Zal ik het je makkelijk maken en gewoon zoiets kiezen? Dat is ook zo. Het is wel meer werk. Die matjes. Ja, maar dat past dat bij de tuin? Misschien wel hoor. Juist die steentjes, want dat heb je ook op je plantenbak. Dat is misschien wel heel vet. Oh ja, ja, dat is een beetje dit. Dit ja. Is dat. Moet ik zeggen, vind ik deze wel heel erg nep. En die ja, lijken wat natuurlijker. Wel, als ze van die losse steentjes hebben, dan kunnen we gewoon plakken. Dat is dus gewoon... Ja, van die matten bedoel je dan wel, hoop ik, toch? Kan ook, maar die losse steentjes is gewoon een beetje spelen. Beetje... Oh, dat is wel makkelijker dus dat, voor je. Dat vind ik ook. Oh, ik denk, maak het eigenlijk een grap, is nog makkelijker ook. Nee, als kutwerk is, dan hoor je het wel van mij. Hè? Oh ja, zonder voegwerken en hele uitleg, joh. Ja, dat is wel chill inderdaad. Dit is mooi, dit is mooi, dit is ook wel mooi, dit is... Oh, dat is niet mooi. De maat is niet goed, maar deze tegel, dit is wel mooi. 60-60 zeker. 40. We hebben 1,40 meter.
dan krijgen we een strook. Dat is niet zo mooi, denk ik. Nee, maar we doen sowieso 90-90, toch? Ja, ik denk dat dat het mooiste is. Ze hebben niet echt 90-90. Ze hebben niet hier heel veel, inderdaad. Ik heb even vragen. Misschien achter, ja. Dit is het enige schap. Dus, ja, dat ja. Is wel schappelijk, ja. Ja, het is heel schappelijk. Schappelijk opgesteld. Ja, deze wordt het allemaal niet meer, helaas. Niet meer leverbaar. Nou, mooi. Blijkbaar populair. Oké, jongens, we hebben even gevraagd. Ligt er nog wat achter? Helaas niet. Volgende bouwmarkt. Nou, ze hadden vooral meer buitentegels dan badkamertegels. Dus, en dat was veel uitverkocht en zo. En niet de juiste maten. Dus nou, we waren netjes geholpen, maar helaas was het even nu niet. Dus dan gaan we even maar door naar een andere bouwmarkt. Een minuutje of 8 verderop, denk ik, zoiets. On the road. On the road again. Ken je dat nummer? Zo'n lekker nummer. Na na na, I'm on the road again. Ken je die niet? Ik moest wel meteen denken aan Hit the Road Jack. Oh, die zijn lekker. Never gone back ever. Volgende stop. Hey, hier moet stabben. Dit is echt een mega. De mega, ja. De megastop. Yo! Er was niemand. Maar ik ben hier ook zo makkelijk voor te vatten. Bink, ik vrees het ergste. Overal staat. Ja, wat we ook kunnen. Op bestelling 10 werkdagen. Is Shahid niet open vandaag? Nee. We kennen ook gewoon bij Shahid wat halen anders. Ik merk wel aan mezelf dat ik dat niet ga redden vandaag. Dat snap ik wel, dat is een eind rij ook. Niet. Dat is een uur heen en een uur terug. Nee. Laat maar, dat vind ik. Kijk, dit is ook mooi. En dan, hoe doe je dat? Dus, hoe heet dat dan als je het op die manier legt? Jij wilt het dan leggen op een in manier? In verband gaan we het een beetje. Dus een soort van laten verspringen, om het zo te zeggen. Okay. Dus wat we dan, dan plakken we één tegel. Deze tegel is een 1,20. Nou, een stokje van 20 centimeter. Dus noods halen we er nog wat van af om het mooi te middelen. Maar dan gaan we de naad een beetje door laten lopen, zeg maar, iedere keer. Mijn naad loopt ook door, dat is niet handig af en toe. Maar dit is hem dus geworden. Alleen maar gekkigheid. Pas bij de buitentegel. Ja, we moeten alleen even uitrekenen, opmeten hoeveel we er dan nodig hebben. Ja, ja, het is een Urban Grey. 4 vierkante meter en dit is 1,44. Moet ik helpen? Je armpje rust tegen, hoor. Ja, maar een paar tilletjes naar je plaat. Dus jij gaat je helemaal uit de naad werken? Ja. Uit de naad, hè? Dat kwam ik gisteren nog tegen in mijn spreekwoordenboek, uit de naad werken. Ik ben nu alweer de herkomst vergeten van dat we spreekwoorden... We worden per 2 verpakt, dus we hebben 8 stuks. Nou, je moet het mee redden, zeg Bink. Dus, een beetje een hoekkarretje gepakt, maar ja, dat is wel... Ja, dat maakt niet uit. Er is iets voor de deur gezet, Bink, zie je dat? Oh, dat is een behoorlijk pakketje. Kanonnen, dat is een aardig pakketje, man. Oh, ik zie al wat het is, maat. Een ballon, denk ik. Ik denk dat er helium in zit, inderdaad. Dat kan je beter binnen doen. Voordat hij wegwaait. Nee, hij waait niet weg. Oeh. Hij zit als goed zo vast in iets. Oh. Wat lachen, maat. Wat leuk, ouwe. Wat staat erop? Thinking of you. Dit ziet. En een hart. What are you thinking? Dat is wel heel attent. Zo, ik dacht dat hij verdorie, joh. Hij zit wel echt... Zo, op de millimeter, hoor. Op de millimeter. Oh! Allemaal goed vast, hè? Ja, ik dacht dat hij wegging. Dacht je dat ook? Of ja, niet? Wat? Ja. Ik heb hem. Wacht hier, wacht. Oh. We doen hem even weer zo. Vliegt die hele doos in één keer weg? Even rustig aan, dan ga je straks weer als een raket. Vliegen gaat hij. Hé, hey, van mijn familie! Ah, oh, wat lief! Zo, tering leuk! Wat een leuk kaartje ook, joh. Zo, dat had ik echt niet verwacht. Ik doe niet alvast een beterschapskaartje voor jou, zo knap hoe jij je staan houdt. We denken allemaal aan je liefs. Hier, Pip, mijn nicht, Wes, de vriend van... daar heb ik trouwens ook mee in de klas zitten, maar de vriend van mijn nicht. Ries, zijn vriendin. Dat is ook mijn neef, neef Jorg, wat leuk, zijn man. Vriendin, Lian, Okki en Siep, ook mijn neef natuurlijk. Alleen maar liefde. De tekst leek ons wel toepasselijk. Haha, even geduld, neem je tijd en dan weer beuken. Voor goud. Jawel, goud, man. Jawel, goud. Leuk, man. Echt heel leuk. Wat lief van ze. Nou, ik ga ze allemaal even appen zo. Nou, dus van mijn hele familie van mijn moeders kant is dat erg leuk. Echte mensen. Ja, echte maten. Super, man. Nou, dat had ik echt niet verwacht. Oké, die kan ik wel even hier zo zetten zo. Op het nieuwe meubel. Staat daar helemaal mooi. De ballonnen moeten er ook nog bij, hè? Dus die plakken we even hier of zo aan de zijkant. Onder de PlayStation of zo. Ja, dan even een paar dagen. Die kun je een paar dagen laten hangen. Dan gaan ze zakken, geloof ik. Nou, ik vind het zo ontzettend attent. Dit soort dingen vergeet ik niet. Dit vind ik het meest waard van alles. Hier word ik bijna emotioneel van. Het gaat niet gebeuren, maar wel bijna. Hier hecht ik zoveel waarde aan dat ze dit even voor me doen. Dit moet je toch maar even regelen zo met z'n allen. En dit is zoveel waard. Zoveel qua goede energie en qua... Ja, dat hoef ik niet eens uit te leggen natuurlijk, maar dat is gewoon geweldig. Dit is echt de rijkdom. Ik ga even de hompel kaas uit de koelkast trekken. We gaan Bink en ik even lekker tosti's chappen. Ik heb alleen ketchup, ik heb geen mayo meer. Oké, nou dat is helemaal best. Ja, ga je even bouwen? Ja, ik ga ook bouwen. Ik ben heel bekwaam met tosti's bouwen. Niet met jouw bouw, maar wel met deze bouw. Kijk, en als een tosti nog niet zout genoeg was... Oh kut, staat hij op veiligheid. Lekker. Jullie mond is open.
Pa, met dit ontzettende grauwe weer moet je toch even wat laten zien met trots. Pa die komt naar binnen lopen, moeders komt er zo aan. Kijk, het is echt een partij grauw weer in één keer. Heerlijk Hollands herfst. Kijk wat de neven en nichten hebben opgestuurd, pa. In de hoek. Kaart met ballonnen. Helemaal fucking leuk. Zo dom. Wat leuk zeg, hey. Thinking of you. Check it out, man. Ik vind het echt geweldig. Hard. Nou, wat gaaf zeg, hey. Wat leuk. Ja, hè? Ja, superleuk. Nou, dat doet je goed. Absoluut. En mij ook trouwens. Kijk eens, ik kom meneer aardappel. 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 Volgende lading. Is dit niks voor als je nog op motor gaat rijden, pa? Ik krijg geen koude handen of geen... Kijk eens, doperten. Stamppot. Hoe is die slaanvink? Goed gelukt. Dat is de meest agressieve vogel die er is. Ja. Ja, kan je zo'n mepvink meenemen? Beter als een blindevink. Ja, of een pechvogel. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Afvinken. Oh, ja, ga ik ook afvinken. Ja. Zo lekker. Ik heb niet eens een jus-lepel, weet nee, je dat? Nou ja. Maar ik heb wel een soeplepel, alleen dan wordt het wel heel mattig, denk ik. Heel dat vettig. Denk ik ook. Ja, ik kan beter uit die pan eten, dat je daar de pan gebruikt als je bord. Oh, lekker. Ja, ik hou echt van jus. Er moet gewoon aardappelen prakken en dan heel veel jus. En het liefst ook met de zwarte aangebrande stukken. Heerlijk. Hier word ik nou echt blij van, een Hollandse pot. Hey, pa, hoe lang heb je die schoenen nou al? Die hou je netjes? Hoe bestaat het? Ja, alleen hier, een heel raar plekje. Ja, dat is denk je teennagel die erodeert. Ja, maar dat is een, ik heb nooit zweetvoeten, maar ik heb wel een zweetteen. Ja, ja, ze staan je ook goed. En ze lopen lekker, hè, die krengen? Ja, fantastisch. Deze lopen ook lekker, hoor. Dat is ook niet verkeerd. Kijk eens. Die komen uit Valkenburg. Dat was ik met opa en oma en okkel op pad. Die heb ik echt nooit aan. Maar ik zag ze net liggen, het was koud in huis. Wat is jullie eerste vakantie eigenlijk samen geweest? Weten jullie dat nog? Dat heb ik nog nooit gevraagd. Met het tentje. Frankrijk. Ja. In de blauwe... Was dat toen die links bij jullie in de tent kwam? Ja, hij kwam, het was een links, die kwam aan rechts kwam die binnen. Dat was in de Pyreneeën, toch? We stonden op een camping in de Pyreneeën. Waar we s'avonds laat in het donker aangekomen. Dus ik had alleen de binnentent opgezet. En die tent opengelaten, want die was zeiktand. We waren helemaal weggeregend uit Frankrijk. Hier. En toen werden we s'nachts wakker, want ik voelde iets harigs over mijn slaapzak. Dus jij dacht eerst mama is wakker, maar... Ik werd er wakker van. En ik pakte de zaklamp en die zette ik erop zo. En toen zag ik in één keer een wilde kat met van die kwasten op de oortjes. Kwast? En jij werd toen wakker en jij... Het is echt heel bizar dit, hè? Want ik weet zeker dat ik wakker werd omdat ik iets op me voelde lopen. Toen maakte ik jou wakker. Ik zei, Manfred, er zit wat in de tent. Denk even goed na. Nu, bedoel ik. Was dat niet een andere keer? Je bent echt in de war, hoor. Net als met de fietsval. Ik werd wakker in die tent. Ja. Volgens mij ben ik als eerste wakker, maar goed, maakt niet uit. Nou, maar dat is toch raar dat we allebei een andere herinnering dan hebben? Nee, dat is met alles. Zo lijkt het wel, ja. Kijk, jij bent iemand die gaat gewoon liggen en slapen. En wat er ook gebeurt in die tent, het maakt jou geen bal uit. Ik ben een persoon die, als ik iets zou horen op de tent of ik voel iets, dat ik gelijk denk, ik moet nu echt checken wat er gaande is. Dat past beter. Dat klinkt wel logisch. Ik weet het nog exact, maf. Oké, maar maakt niet uit wie er gelijk heeft. Nou, trouwens, jawel. Het is meer dat maar... ik denk, hoe, hè? Jullie eerste vakantie dus, daar heb ik wel eens van gehoord, maar ik wist alleen niet dat het jullie eerste vakantie was. Hoe lang hadden jullie... Was het Mallorca? Weer een herinnering die anders is, pa. Goed nadenken nu. Ik denk eigenlijk dat Mallorca het was. Ja, maar kijk, je praat over dingen van 35 jaar geleden, dus... Ik ging voor het eerst vliegen. Allereerste vakantie... Hoe lang hadden jullie toen verkering en wanneer was het? Is 1988 geweest, Mallorca. Hey. Klopt. Dus... Mijn herinnering is best wel goed. Dus niet Frankrijk. Nee, dat klopt. Daar heb jij gelijk in. Ja. En hoe lang hadden jullie toen verkering? Een jaar. In de Hotel Sofia. Komt allemaal lol. Is dat? Nee, dat was... Dit was New York met opa en oma. Dat was een paar jaar later. Nee, dit was met Rick en Linda, Perry en Anita. Alle omdentantjes, ja. Willem en Corine. En wat was dat? Gewoon zon en chillen. En een beetje ronddraaien. Een beetje chillen op het strand. Ja, eten. Dat was mijn allereerste uitgaan. Vliegvakantie ook. Ja. Je allereerste vliegvakantie ooit? Ja, oma Willy was compleet over de tour op het vliegveld, weet je nog? Ja, huilen. Want alle kinderen gingen het vliegtuig in. Oh, want als jullie gaat, heb ik niemand meer. Alleen over met opa. Weet je wat ik heel vaak heb? Dat mensen hier binnenkomen en dan zeggen ze, ja, die tijd klopt niet. Oh, je springt nu precies niet van de... Oh, ja.
Ja, die denken dat het een tijdklok is. Ja. Van hoe lang het nog duurt. Ja, dat is het, hoe lang het nog duurt. Ja, die vaatwasser. Ja, kijk, dit zie je dan. Dit zie je. Zet je 10 even 12. Ja, bijna. Het is wel moeilijk rekensom, hoor. 0 gedeeld door 10. Snap hoe wij ook doen. Wij doen dat met elkaar. Het gaat allemaal gesmeerd. Totdat we gaan praten. Nou, dan gaan ze, hoor, die twee. Ga ik toch stuk erop, is dat die hebben zo vaak andere herinneringen, maar de eindstand is, ze lachen zich er kapot om. Hoeveel van jullie herkennen dit? Of je zelf nou een vriendin of een vriend hebt, of je ouders of je opa en oma, zo fucking grappig is dat. Ja, het is natuurlijk weer zo'n dag dat het een beetje voorbij vliegt en dat het wachten geblazen is. De uurtjes vliegen maar voorbij. Wachten jongens, bijna is het zover. Joho! Ja. Pagina 10 bij de letter A. Hey, normaal zit ik naar de camera, maar ik denk nu kunnen jullie een keer meelezen. Waarschijnlijk niet. Beter een anker kwijt dan het hele schip. Beter een klein offer dan een groot verlies. Ik denk dat dat een hele mooie is, een hele wijze. En die je heel makkelijk kan gebruiken in je woordenschat. In je communicatie, kan ik beter zeggen. Dat is iets meer correct. Er zit veel wijsheid in dat spreekwoord. Ik denk niet dat het een hele lange vlog is, maar ja, mijn uitje naar de praxis heb me denk ik een beetje moe gemaakt. Ik ga lekker slapen. Morgen dan zie ik jullie hopelijk weer om 5 uur. En dan hoop ik dat we er gewoon weer een positieve, leuke dag van maken. En nog eventjes wachten. Bedankt voor de support de laatste tijd, toppers. Ik waardeer het. Tot morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Laat, toppers. Dat eet ik ook echt nooit meer, slavink.